Alle grote namen uit het skielerpeloton stonden donderdagavond in Emmeloord aan de start voor de tweede klassieker binnen één week. 85 kilometer stonden op het programma. Onder andere voor deze Egbert Post en voor de Rus Oleg Botsjev, ooit wereldkampioen op de lange baan. En René Ruitenberg, de Nederlands kampioen. Hij kampt met een blessure en is geen liefhebber van klassiekers. 85 kilometer door de polder over een vlak parcours. De enige moeilijkheid was een viaduct. En Albert de Boer en Jan-Ijze Kroonkamp delen hier het eerste plaagstootje uit. En dat het een vlak parcours is vandaag, dat betekent niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het is zoals gezegd al de tweede lange wedstrijd binnen een week. En heel veel rijders zijn nog niet hersteld. Jan-Ijze Kroonkamp maakt hier een misslag. Ja, René Ruitenberg rijdt nu nog in derde positie. Maar hij heeft het heel moeilijk. De Nederlands kampioen heeft last van een ontsteking aan zijn voet en heeft problemen. En dat heeft hij opgelopen in die lange wedstrijd van afgelopen week. Het is niet meer dan een plaagstootje wat deze mannen hier uitdelen. Maar het heeft wel tot gevolg dat het hele peloton al uiteenrafelt. Het kaf wordt echt nu al van het koren gescheiden in de eerste ronde. En waar is Jeen van den Berg? Ze gaan steeds sneller, hè? Beetje oprijden nu. Oprijden. Ja, bedankt. Het is heel opvallend dat je ook in het begin van zo'n lange wedstrijd, dat je gelijk de toppers van voren ziet. De mannen vinden elkaar gelijk. Edward Hagen bijvoorbeeld, die hier het peloton leidt. En is ook kielzog Erik Hulsenbos. En Edward Hagen is opnieuw een van de gangmakers. Net als vorige week in Wolvenga. Toen er na afloop veel kritiek was op de tactiek van de oppermachtige Wekamploeg, die arrogant zou heersen over het peloton. En geen enkele andere rijder enig succes zou gunnen. Echt met Post hierover. Als je niet goed bent, dan houdt het gewoon op. Dan kun je wel bij iemand in zijn kont kruipen, zeg maar. Maar dat rendement is gewoon veel minder dan als je bij iemand met de fiets in het wiel kruipt. Toch komt er vanuit het peloton wat kritiek op jullie ploeg, hè? Jullie zouden te veel de wedstrijd beheersen. Ja, maar het is topsport en alleen de nummer 1 die telt en 2 en 3 zijn ook interessant. En als het peloton dat zo vindt, dan moeten ze maar een pak sluiten om ons te verslaan, vind ik. En terwijl het peloton passeert, topt Nederlands kampioen René Ruitenberg in de kopgroep met een blessure aan zijn hak. René Ruitenberg is toch al geen liefhebber van die extreem lange wedstrijden. Vorige week presteerde hij verrassend goed met een derde plaats in Wolvenga. Maar twee van die lange wedstrijden binnen een week, dat is een beetje te veel van het goede. En je ziet ook goed dat hij het moeilijk heeft. Inmiddels heeft het peloton, onder aanvoering onder andere van deze Henk van Bentum, jacht gemaakt op de kopgroep. En het verschil wordt steeds kleiner. We zitten op zo'n 30 kilometer in de wedstrijd en dan komt toch dat peloton weer bij die kopgroep. Maar in elk geval is het wel zo dat alle A-rijders elkaar gevonden hebben. Dat betekent dat hier weinig of geen B-rijders meer tussen zitten. En laten we helemaal niet praten over de veteranen. Allemaal A-rijders dus aan kop. En ook allemaal grote namen voorin. Henry Ruitenberg bijvoorbeeld, de winnaar vorige week van Wolvenga. Egbert Post en Albert de Boer uit Staphorst. Heel actief. En iedereen let nu op iedereen. De Wekamp-formatie, de Siebrand-formatie, de twee sterkste ploegen. Niemand gunt elkaar iets. Egbert Post vooraan. Maar dan een heel verrassend initiatief. Dit is Albert Klompmaker, de verrassende winnaar van de openingswedstrijd in het Harde. En hij lijkt dit seizoen door te breken, want hij zit er elke wedstrijd bij. Maar hij moet het alleen doen, want hij maakt niet deel uit van een ploeg. Wiebe van der Werf is het slachtoffer van een valpartij. Achteraf bleek het allemaal nogal mee te vallen. Wat schaafwonden en een lichte hersenschudding. Maar het heeft de discussie over de valhelmen wel wat op doen laaien. Want er wordt natuurlijk ook gediscussieerd, moet men een pothalm dragen of de klassieke wielerhelm van leer. De pothelmen bieden wat meer bescherming en de leren helmen die hebben geven wat meer ventilatie. Dus er zijn voor- en nadelen. Er zijn overigens ploegen die al met de pothelmen rijden. Onder andere de Arkei-ploeg. Het peloton compleet. En dan 40 kilometer. In de wedstrijd, er is 12 man weg. Een hele sterke groep. Henk van Bentum zit erbij, Heiko Bauma, Edward Hagen, Marcel Oosten, weer André Klompmaker, Erik Hulsenbos. Alleen maar grote mannen voor in dat groepje. Ze hebben een voorsprong hier van zo'n 30 seconden op een achtervolgende groep van 5 waar Egbert Post de winnaar van vorig jaar bij zit. En ze rijden hier tegen de helling op en het spreekt voor zich dat natuurlijk op rolschaatsen veel moeilijker is dan het vlakken. Eigenlijk was die helling die dat viaduct het enige lastige punt in de slag om Emmeloord.
Dit is Henry Ruitenberg, voor in de kopgroep. En hij is bezig aan zijn tweede jeugd, want hij won dit seizoen al 2 wedstrijden in Utrecht en vorige week de lange klassieker in Wolvenga. Hij is in vorm dus. Ja, het is heel opvallend hoe die Ruitenberg er steeds bij zit. Maar inmiddels is wel zijn broertje René geblesseerd gestopt. Ik heb dus besloten om geen klassiekers meer te rijden dit jaar, want zaterdag in Wolvenga is het toch, de enkel is me gigantisch opgelopen, dus ik heb eigenlijk een ontsteking tot aan mijn lies gekregen, dus ik was bang voor bloedvergiftiging. Dus ik heb besloten om geen klassiekers meer te rijden, want dat is toch te lang. Dat betekent dat je je eerste plaats in het weekendklassement dit seizoen kunt vergeten? Ja, ik denk in ieder geval in de weekendklassement en ik denk eigenlijk de Telkamp ook, dus ik ga me nu gooien op de rondjes om de kerk en het Nederlands kampioenschap, dat is natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd en misschien kan ik toch nog zoveel punten vergaderen dat ik misschien toch nog 1 word in de Telkamp. We zijn nog zo'n 30 kilometer van de finish en dat betekent dat er nog even gegeten kan worden. Henry Ruitenberg pakt hier zijn eten uit zijn zakje. En voeding is altijd heel belangrijk. Heel belangrijk, want er zijn mensen die denken dat ze het over kunnen slaan, maar wanneer de honger toeslaat, dan is het te laat en is het ook te laat om te eten. Dus je moet voor die tijd gaan eten. En nog steeds die kopgroep van 12 man. Met een voorsprong van een seconde of 20 op een groepje van 5. En bij die 5 achtervolgers, daar zit ook Egbert Post, de winnaar van vorig jaar, en die voelt zich goed vandaag. Hij is in zijn element, want het weer is goed en hij is een mooi weerrijder. En ook Jan IJzer Kromkamp, Oege Verwe daar, Henk van Bentum, en daar hebben we hem, Egbert Post. Egbert Post is papieren grote favoriet voor heel veel. En hier wordt dat gat met de groep van 12 dichtgereden. En is er op zo'n 25 kilometer voor de finish een algehele hergroepering van de twee voorste groepen. En dan is het de vraag of het doorgereden wordt. Edward Hagen gaat het proberen. Erik Hulsenbos, Harry Ruitenberg, Heike Bouma zitten elke wedstrijd bij dit jaar. Er wordt tempo gemaakt voorin. Grote mannen net allemaal op elkaar. Uit. Een heel goed moment om weg te gaan dus. Ja, dit is tactisch een hele slimme zet van Egbert Post. En er kan maar één man mee. Albert de Boer uit Staphorst. Een man die we nog nauwelijks hebben gezien dit seizoen. En met een tempo van zo'n 40 km per uur gaat het viaduct af. En de rest van de groep blijft achter. Dat betekent dat we 2 man aan de leiding hebben. Egbert Post en Albert de Boer uit Staphorst. Hier een voorsprong nemen op een achtervolgende groep van 15 man. Ja, zo'n voorsprong die wordt zo'n 20 seconden. Maar de samenwerking is allesbehalve ideaal. Post en de Boer gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En Post maakt zich regelmatig kwaad. Waarom rij je niet door, zegt hij tegen Albert de Boer. Maar Albert de Boer wil geen kop nemen, want dan weet hij dat hij geklopt wordt door Egbert Post, die tactisch een hele sterke rijder is. Egbert, wat is aan de hand? Egbert stoort zich eraan dat Albert de Boer geen kopwerk wil doen. Maar Albert die rijdt bekeken, die denkt Egbert was de winnaar van vorig jaar en hij is ook vandaag de te kloppen man. Egbert is natuurlijk in zijn element, het is een mooi weerrijder en er zitten geen klinkers in het parcours vandaag. En dan is Egbert zeker in zijn element, want het is een man van de techniek en een man van de snelheid. Hij komt natuurlijk voort uit het lange baan schaatsen, weet wat heel hard schaatsen is en dat kan hier ook op skielers. Maar dit is toch heel gênant. Duidelijk is te zien hoe Post zich stoort aan het rijden van de Boer. En niet helemaal ten onrechte. Nou, er is inderdaad nog een voorsprong van 45 seconden. Maar het peloton daarachter, het groepje van zo'n 15 man, is gaan jagen. Egbert Post, een jongen die komt uit de lange baanschaatserij. Hij heeft ook in de kernploeg gezeten. En heeft een hele goede sprint in zich. Hij heeft ook alles onder de 40 seconden gereden. Dus wat dat betreft hoeft hij niet bang te zijn voor Albert de Boer. Het is een allround schaatser, deze Egbert Post. Hij heeft overigens dit seizoen niet zoveel getraind als andere jaren. Vorig jaar was hij goed voor 8 overwinningen. Hij is onlangs vader geworden. En dat betekent wat minder nachtrust. De jacht van het groepje daarachter. Daar zitten grote namen in. En dat is natuurlijk Peter Jordaan. Die hier het kopwerk moet verrichten en de ploeg van Erik Hulsenbos. Zij hebben de slag gemist en de mannen van de Weekamp en de Sibron ploeg die stoppen hier af. Die verrichten werk voor Egbert en Albert. Ja, het is echt gezellig daar voorin. Egbert Post zoekt het geschikte moment om bij Albert de Boer weg te rijden. Duidelijk is hier te zien het verschil in stijl. Egbert Post de schaatser, de man van de techniek en Albert de Boer de werker. En Albert is niet een echte winnaar, hij is geen sprinter, maar wel een man van de lange adem. Afhaken doet hij eigenlijk nooit. En dit is de finale van de wedstrijd. Het laatste rechte stuk naar de finish. En het wachten is op het moment
dat Egbert Post zal gaan demareren. Albert de Boer doet nog een poging, maar die is volstrekt kansloos. Post is de veel betere schaatser, de man met de techniek, de hele goede skilo-coureur die hier voor de tweede keer de slag om Emmeloord wint. En de achtervolgende groep is heel dichtbij gekomen. Heiko Bouma wordt hier derde, bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. En Albert Klommaker, hij wordt hier keurig vijfde als eenling in het peloton. En Egbert Post, hij is nog steeds geïrriteerd. Ja, goed, hij weet dat ik in principe de betere sprinter ben en ja, god, dan rijdt hij niet. Maar ja, ik zeg, ze rijden ook voor jou nu in de groep daarachter. Ik zeg, er zitten toch ook jongens van jou bij. Ze rijden dan iets, ik zeg, dan hebben we tenminste beide een beetje kans, maar hij deed het echt niet. Dus ik denk nummer twee, want ik had toch helemaal achterover om voor de B-kampklassement te rijden. En dat zijn dit hele belangrijke punten. Kijk, want twee heeft toch ook een hoop punten. Maar de laatste ronde hoor ik dan dat we van 45 naar 35, 30 seconden terugliepen achterstand, voorsprong. Dus ik moest toch doorrijden. Ik denk nou dan zo doorrijden dat ik gewoon mijn eigen tempo rijd om toch nog een sprint te hebben. Want anders ben ik sowieso kansloos. En goh, dat lukte. Nou, het is een prachtige overwinning voor mij. Egbert Post, dus winnaar van de slag om Emmeloord. Tweede Albert de Boer, derde Heiko Bouma, vierde Jan-Martin van de Wetering en vijf Erik Klompmaker.